Wim van den Berg van R2B Skin Technology. Jullie staan hier op de beurs met de Fotonova. Ja, dat is correct. Ja, de Fotonova uit Zweden. Ja? En die brengt op dit geval de PLS3 op de markt. Dat is al gedurende ongeveer 5 jaar. Ja. En dat is een apparaat voor definitief ontharen, huid verbeteren. Huidverbeteringen als couperose pigment en dat soort dingen meer. En de kleine beenvaartjes kunnen we daar perfect mee behandelen. Oké, het IPL-systeem. Wij werken met een melaninemeter. Met deze melaninemeter kunnen wij het pigment in de huid meten. Op mijn schema voor ontharen blijkt, als ik 3,4 heb, ja, dat ik voor haarbehandelingen met 605 nanometer, kan ik ongeveer naar zo'n 35 joule per vierkante centimeter. Als ik dat wil doen, dan weet ik van, hé, ik kan haar veilig, zonder problemen, behandelen met 35 joules. Ja. Nou, wij hebben een Saphir als lichtgeleider en dat Saphir wordt middels een koelsysteem gekoeld, dat is 5 graden. Ja. Vervolgens ga ik kijken om die 35 joules te halen, hoef ik enkel en alleen het apparaat in te stellen op milliseconden. Ja. En dat doe ik op volgt. Dan stel ik hem in op dit moment 50 milliseconden en dan ga ik hem meten. En dan zet ik hem op en dan meet ik de waarde. Ik heb een voorkoelsysteem, hij koelt eerst voor. Nou meet ik de waarde. Ja. En dan zegt hij op dit moment zegt hij van 17,7 joule is te weinig. Dus ga ik hem ietsjes hoger zetten. En dan gaat hij op 35 joules uitkomen. Zult u ongeveer zien, ja? Zo kan ik spelen met mijn energie. Dus voor een donker huid geeft hij veel lager met dezelfde milliseconden, ja, als met een normale huid. Okay. Daarnaast doe ik dat met filtertjes die ik hier kan in verwisselen. Dus we hebben speciale filtertechnologie, ja, waardoor ik precies dat licht gebruik wat ik nodig heb. Okay. Ik heb nu 32 joules, dat is voldoende om haar goed te kunnen behandelen. Dus kan ik veilig met een gekoeld Saphir behandelen. Maar voordat ik ga behandelen met de eerste keer, ga ik eerst mijn pre-koeler aanzetten. En mijn pre-koeler via mijn minuutje, pre-cool time, zet ik op 1,5 seconden. Oké, als ik nu wil flitsen, dan doet hij het niet. Hij gaat eerst nu aftellen 1,5 seconden voordat hij de flits geeft. Dus dat is een veiligheid voor de huid om extra goed te koelen. Ik kan het apparaat zelfs brengen tot aan 80, 85 joules per vierkante centimeter. En daarmee is het meest krachtige apparaat op dit gebied. Dat is een mooi pleidooi. Ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan.